Ik kom naar u, want u heeft een boek geschreven over uw dochter. Zij heeft uiteindelijk euthanasie laten plegen omdat zij een bepaald geluid hoorde. Ik wil tegen jullie zeggen, als u het niet wil horen, doe even je oren dicht. Ook voor jou, want Quint, je hebt ook last daarvan. Hè? Nou, en jij ook. Doe. Hard binnen, ja. Want dan zal ik de mensen ook thuis en ook hier laten horen wat zij hoorden. Als je klaar bent, Daphne, moet je maar even zeggen, want dan kan ik het... Oké? Okay? Ook voor de mensen thuis, het is een heel indringend geluid. Als u het niet wil horen, doe gewoon uw televisie even wat zachter. Maar dit is het geluid wat Gabi eigenlijk de hele dag, 24 uur per dag, 365 dagen per jaar hoorde. Nou, dit duurde 15 seconden. En je wordt er eigenlijk al gek van. En zij heeft er 14 jaar last van gehad. Hoe begon het? Ja, maar het begon natuurlijk niet zoals het nu, aan het eind zo heftig was. Het begon met een piep en die ging weer weg. En daarna kwam de piep weer terug, duurde die wat langer, werd die wat luider, werd die wat scherper. En dat in de loop der jaren kwamen daar ook andere geluiden bij. En die steeds scheller, harder en uiteindelijk dit geluid produceerde. En daar heeft ze wel een paar jaar mee gelopen. En dan harder, luider dan wat wij nu hier hebben laten horen. Gewoon ja. Heel hard in haar hoofd. Ja. Ja. Zou je een stukje kunnen voorlezen hoe zij het heeft omschreven in haar afscheidsbrief? Moet ik wel mijn bril opzetten. Ik ben de afgelopen jaren gemarteld op een manier die maar weinig mensen zich kunnen en hebben willen voorstellen. Ik heb een enorme prestatie geleverd, al zeg ik het zelf. Geluiden alsof je de hele dag met de boren van de tandarts in je hoofd zit, maken je letterlijk op alle niveaus kapot. Op alle lagen van je zijn. Ik ben uiteindelijk op, afgebrand, stuk, hoe je het maar noemen wilt. Ik heb alles gegeven wat ik had en kon bedenken. Het is een verschrikkelijke keuze geweest om er zo bewust uit te stappen. Met twee zulke prachtige kinderen en zoveel moois om voor te leven. Had u veel gesprekken met uw dochter over haar oorzuizen? Ja, en dan zei ze dat het nog harder was geworden. En dacht ik van, hoe kan dat? Want het is al zo hard. En ik vond het ook, ik heb het ontzettend vaak geprobeerd me voor te stellen wat zij dan hoorde. Mm-hmm. Maar dit geluid hou je maar een paar seconden vol om het je voor te stellen. En het ging de hele dag door. Ja. Veranderde zij in hoe zij was, haar karakter, door het oorzuizen? Ze werd wat lichter aangebrand, omdat ze feller reageerde op dingen. Want je schrikt ook eerder van een geluid. Als bij mij de deur dichtvalt, schrik ik niet. Als bij jou de deur dichtvalt, ja. Denk ik dat... Ja, vooral op het begin heb je heel erg die schrikreactie. Ja, ja. Ja. Dus, en ze kon steeds... ze noemde het zelf dat haar leven op een postzegel terecht was gekomen. Omdat al haar sociale contacten... een lang telefoongesprek met vriendinnen kan niet meer. Boodschappen doen was een verschrikking. Maar gelukkig, en dat wil ik er echt bij zeggen... er zijn heel veel mensen in Nederland die tinnitus hebben. 1,2 miljoen. Laatste meting in 2012. Dat was 2012. Dus zijn er nu al anderhalf meer. Anderhalf. Miljoen. Maar niet iedereen heeft het zo erg. Mm. En er zijn ook de afgelopen paar jaar eigenlijk pas een aantal behandelingen... ook nieuwe behandelingen gekomen die je er kunnen leren om ermee te leven. Maar wat ik ook belangrijk vind, is dat er veel meer aandacht voor preventie komt. Ja. En dat je ook de jeugd leert van... bewust worden van wat geluid met je doet. Het is geen... angst aanjagen, maar ja. Het is tegenwoordig nergens meer stil.